Meneer Harmsen, zou u even achter de balie kunnen gaan staan? Ik moet even snel iets ophalen. Oh, ja. Maar hoe moet het dan als sollicitant bellen? En ik heb mijn vragenlijst nog niet helemaal klaar. Nou, bij de balie staat ook een telefoon. En dat lijken me wel genoeg vragen. Hebben er trouwens nog mensen gereageerd? Een beperkt aantal geïnteresseerden, ja. Hoe beperkt? Eentje. Ah, daar was ik al bang voor. We hadden die advertentie ook veel simpeler moeten houden. We hebben maar één afwashulp nodig en nu reageren alleen maar de goeie. Ja, daar vertrouw ik dan maar op. Ik ben zo snel mogelijk terug. Ja. Ja, wat kan ik voor jou doen? Ik kom voor een baantje. Welk baantje? Ja, u zocht toch een afwashulp? Ik heb vanmorgen gebeld, Rick de Jong. Daar staat het. Ja, inderdaad. Je bent dan 1:30 te vroeg. Ja, beter te vroeg dan te laat. Nou, dat zie je verkeerd hoor. Je hoort gewoon op tijd te zijn. Je hoeft niet te denken dat iedereen hier meteen voor je klaar staat. Oké. Nee, als u het zo druk heeft, dan wacht ik toch even. Kunnen wij niet alvast beginnen? Ja, volgens mij zitten wij allebei onze tijd te verdoen. Ja, ik kan hier nu absoluut niet weg, hoor. We hadden nu afgesproken. Ja, ik wil ook wel een andere keer terugkomen als het nu niet schikt. Nou, vooruit dan maar. Laten we maar beginnen. Maar als er klanten komen, dan moet ik de procedure onderbreken. Jouw naam was? Rick de Jong. Rick de Jong. Kom me bekend voor. Ja, dat kan kloppen. Nou, er zijn wel meer mensen die zo heten. Heb jij enige aantoonbare ervaring in de horeca? Of ik wel eens een kroeg gewerkt heb, bedoelt u? Ja hoor, in een snackbar. En heb je daar referenties van? Nou, de snackbar is van eigenaar gewisseld. U kunt de oude eigenaar altijd bellen als u wilt. Hij heet Dijkstra. Dijkstra? Had hij niet die snackbar op de hoek van het Narcisseplein? Smulhok of zoiets? Smulkot, ja. Daar ken ik jou dus van. Jullie gooiden altijd je bromfietsen tegen mijn tuinhek. Oh, dat kan best, dat weet ik niet meer. Maar... En dat tuig uit die snackbar heeft ook een keertje door mijn brievenbus gewaterd. Ja, daar was ik niet bij. Nee, dat zeg je nu. Als jij maar niet denkt dat je hier aan het werk komt, hoor. Dat meent u niet. Wij willen hier niets met jouw soort te maken hebben. Ga jij maar in een snackbar werken, maar niet hier. Dit is een klassehotel. Oude zak! Hé, bekijk hem maar met je kutbaantje, idioot! Wat heeft dat nou te betekenen? Ach, die jongen was absoluut niet geschikt voor ons hotel. Dat hoorde je toch zelf? Nee, maar goed dat we daar op tijd achter kwamen, hè?